In het RCR Medical Center is gisteren een mini-gezondheidsbeurs gehouden. Deze beurs is door 5 initiatiefnemers georganiseerd die betrokken zijn in de gezondheidszorg en een goede gezondheid heel belangrijk vinden. Volgens Jessica de Vries, een van de coördinatoren van de mini-gezondheidsbeurs, kon men aan tal van activiteiten deelnemen. De Vries zegt dat de bezoekers informatie hebben ontvangen over de verschillende soorten ziekten die voorkomen in Suriname. Zij vertelde wat nog meer het doel was van deze mini-gezondheidsbeurs. De Libiboom Gezondheidsbeurs, de naam zegt het al, we streven ernaar om iedereen een gezond leven te laten leiden. Dat iedereen de regie over zijn eigen gezondheid neemt. En die krijgt hier genoeg info en richtlijnen hoe dat te doen. Er zijn verschillende patiëntenbelangenverenigingen, zodat er ook de mogelijkheid bestaat tot netwerken. Er is, er zijn een aantal demonstraties op het achterterrein. Er zijn lezingen waarbij een en ander toegelicht worden. We zijn echt gericht op lifestyle coaching en extra informatie met betrekking tot veel voorkomende ziektes hier in Suriname, zoals hart- en vaatziekten, diabetes, kanker, epilepsie, autisme en zo nog veel meer. Is van alles over informatie te verkrijgen hier op deze beurs. De Vries zei verder dat er geen specifieke organisatie achter deze beurs stond. De 5 individuen die het initiatief hebben genomen, streven ernaar mensen iets meer te bieden in gezondheidszorg. Daarom is deze eerste beurs georganiseerd, zegt De Vries. Het is de eerste beurs die we hebben georganiseerd. Tenminste, het is ook de eerste beurs die hier in het RCR georganiseerd wordt. Maar in de toekomst zijn er mogelijk meerdere beurzen. Wij gaan het niet per se organiseren, maar er zijn zeker wel andere beurzen mogelijk hier zo. De deelname als participant is gratis. De bezoekers die mogen gratis naar binnen, die mogen ook gratis meedoen met de diverse demonstraties. De lezingen zijn gratis. Eigenlijk is dit een no-budget beurs. Wij hebben zonder budget gewerkt, maar we vragen ook geen budget van, of tenminste geen entreegelden of ander geld van mensen die binnenkomen of mensen die hier een stand hebben staan. Het is allemaal gesponsord door RCR Medical Center om gebruik te maken van de ruimte. Jessica de Vries, een van de coördinatoren van de mini-gezondheidsbeurs. De mini-gezondheidsbeurs is gehouden in het RCR Medical Center aan de Anton Drachtenweg.